Is het echt verantwoord om je geld, tijd en energie in het zingen te steken als het voor jou misschien slechts een hobby is? Dat is waar we vandaag naar gaan kijken. Veel zangers die denken dat zingen voor hen slechts een hobby is. Misschien ben jij daar wel eentje van. En dat daar tijd, geld en energie in steken eigenlijk niet oké is. Dat je daar je tijd, geld en energie niet aan wilt verspillen. En ik snap van waar deze gedachte komt. Helemaal. Zingen is vaak niet iets dat als broodnodig wordt beschouwd. Het is iets dat je niet echt meekrijgt van kinds af aan. Ze zeggen niet, je hebt zingen nodig, dat moet een deel worden van je leven om te kunnen overleven. Terwijl eten, drinken en een dak boven je hoofd hebben, dat zijn wel essentiële onderdelen om te kunnen overleven. Of zo zijn we toch opgegroeid geweest, zo zijn we opgevoed geweest. Dus zingen wordt ook als een hobby gekaderd. Het is vaak geen vak dat je op school kunt volgen, tenzij natuurlijk dat je in de kunstmaniora of zo hebt gezeten. Maar het is iets dat je na de schooluren moest gaan doen, in de muziekschool of eendert waar. Het was iets na school. Dus het is iets dat je als hobby kunt gaan uitoefenen. Of dat is toch waar de meeste zangers waarmee ik samenwerk, dat was hun ervaring met het zingen. Dus het is heel normaal dat veel mensen graag zingen en dat dus ook als een hobby zien en als niks meer dan een hobby. Maar is het zo dat zingen enkel een hobby is? Als je zoals de meeste zangers bent waarmee ik samenwerk, ben je misschien gestart met zingen omdat je hier een supergrote passie voor hebt. Het is een manier voor jou om je emoties uit te drukken, om creatief aan de slag te gaan. Het is een creatieve, maar ook emotionele uitlaatklep. Of dat is toch zo voor de meeste zangers waarmee ik samenwerk. Het is ook een manier om je te ontspannen, om die dagdagelijkse drukte even te gaan ontsnappen en even aan de kant te zetten. En echt in die wereld van de muziek even kunnen uitblazen na die drukke, stresserende dag dat je misschien achter de rug hebt gehad. Dus als je blijft denken dat het niet verantwoord is om hier je tijd en geld en energie in te steken, dan blijf je het ook zien, dan blijf je het zingen ook slechts zien als een hobby. En dan is er een grote kans dat je die dagelijkse stress gaat blijven ervaren. Dat je twijfel, angsten, onzekerheden tijdens het zingen, maar ook in het dagelijkse leven aanwezig blijven. En dat ze de kop op zullen blijven steken. Want door het zingen te gebruiken als een manier om aan je gezondheid te werken, dus nu gaan we het helemaal anders gaan bekijken, vooral dan je geestelijke gezondheid en je persoonlijke ontwikkeling, maar ook je emotionele gezondheid en erdoor emotioneel en creatief vrijheid mee te gaan ervaren. Als je je vrij kan voelen tijdens het zingen en zelfzeker kunt voelen tijdens het zingen, ja, dan ga je dat automatisch doortrekken naar het dagelijkse leven. Daar ben ik een 100% voorstander van. Wie je wordt tijdens het zingen, de muzikant die je wordt, de zanger die je wordt, de ontwikkeling die je meemaakt, de angsten, de twijfels en onzekerheden die je als zanger overwint, die overwin je ook als persoon. Een voorbeeld. Misschien ben je bang om beoordeeld te worden tijdens het zingen. Ben je bang van wat andere mensen denken? Ben je bang van al die oordelen, al die negatieve dingen die op je af kunnen komen? Door hieraan te werken en bewustheid hieromtrent te gaan ontwikkelen en bewust te zijn van hoe je je zang kunt verbeteren, maar ook hoe je kan omgaan met kritiek, feedback, commentaren tijdens het zingen, of dat dan nu positieve of negatieve kritiek of feedback gaat, door daar mee te leren omgaan tijdens het zingen, dan leer je er ook omgaan tijdens je dagelijkse leven. Op je werk. Of als je een leerkracht bent voor de klas. Of met het omgaan met je collega's. Of in je relaties met mensen. Of nog een ander voorbeeld. Wanneer je zangtechnisch sterk in je schoenen staat tijdens het zingen en je je dus beter voelt als zanger, dan groeit je zelfvertrouwen, want je gelooft
Dat je meer kan en dat je meer kan gaan doen en je wilt dat delen. Door je zelfvertrouwen te ontwikkelen in het zingen, ga je automatisch dat zelfvertrouwen ook naar je eigen persoon toetrekken. En ontwikkel je ook je zelfvertrouwen in het dagelijkse leven. Het ene is gelinkt aan het andere. Dus door het zingen niet meer als een hobby te beschouwen, maar als een noodzaak binnen je persoonlijke ontwikkeling, is het makkelijker om in te zien dat het verantwoord is om daar je energie, geld en tijd aan te besteden. Dus wil je overtuigd blijven dat je je tijd, energie en geld verspilt aan een hobby en dus ook zo blijft kampen met die stress, met die vermoeidheid, met die onzekerheden, met die drukte, met die twijfels? Of wil je je ontwikkelen als persoon? Wil je sterk in je schoenen staan? Jezelf weer graag zien door het zingen te gebruiken? Wil je al die positieve zaken ervaren door te doen wat je graag doet? Namelijk zingen. Want dat is een grote passie, niet? Dus als je voor optie 2 gaat, dus als je het zingen graag wilt gebruiken als een manier om jezelf te ontwikkelen als persoon, als muzikant, om je zelfvertrouwen te vergroten, om te leren gaan met kritiek, feedback, onzekerheden, twijfels, al die zaken, ja, dan nodig ik je graag uit om hier bewust over te zijn. En om het zingen niet meer als een hobby te zien. Dus als je voor optie 2 gaat en als je het zingen niet meer wilt zien als een hobby, dan is er maar één plek waar je kan starten. En dat is bij zangtechniek. Je zangtechnisch sterker voelen tijdens het zingen. En ik heb een gratis Zo Zing Je Zuiver challenge. In 5 dagen leer je de essentiële zangtechnieken waar je dan kunt groeien als zanger. Eens dat je die essentiële zangtechnieken hebt, kan je daarop verder bouwen. Ik nodig je er heel graag voor uit. Je kan je aanmelden via zanglesmetmaggie.be/challenge. Het is helemaal gratis. Ik hoop dat we daar samen verder aan de slag kunnen gaan. En sowieso bedank ik je heel graag om hier vandaag samen te hebben kunnen spenderen. Dank je wel om hier je tijd aan te hebben geïnvesteerd, niet verspild. Wil je graag op de hoogte blijven van allerlei zangtips en tricks? Abonneer je dan zeker op dit kanaal en ik zie je heel graag volgende week terug. Tot dan! Zangles met Maggie.be.